Jack de Gier werd dinsdagochtend officieel gepresenteerd bij NEC. Hij werd al eerder genoemd als nieuwe trainer, maar toen mocht hij nog niet weg bij Almere City. Nu dus wel, en daar is de Gier erg tevreden mee. Blij en trots ben ik dat ik hier, ten eerste wat ik net zei, bij Almere natuurlijk wat achtergelaten heb waar de club mee verder kan. En trots ook vooral dat ik hier nu trainer ben. Kijk, wat uiteindelijk denk ik heel belangrijk is voor deze club, is dat we de verbinding maken met de academie. Nou, Jack heeft de afgelopen jaren bewezen jonge spelers beter te maken, die ook een kans te durven geven. We willen toch een soort van, noem het even bloedkoervoetbal spelen. En tegelijkertijd willen we breken met het opvreten van trainers en willen vooral werken aan de lange termijn. Ja, en dan past dit plaatje daar heel simpel bij. Dus dan is 1-1-2. Ik heb een contract getekend voor 3 jaar en uiteraard wil je zo snel als mogelijk. Alleen, dat is niet altijd de juiste manier. We zullen proberen om in ieder geval een selectie samen te stellen die bovenin de Jupiler League gaat meedraaien. En die top die zal breed zijn met Twente, met Roda, met Sparta, met Cambuur, met Go Ahead. Misschien vergeet ik nog ergens wat ploegen. Almere misschien zelfs wel. En zou je op het juiste moment moeten pieken. En daar hoort bij een stukje samenstelling selectie. Daar hoort bij een stukje zorgen dat die selectie op het juiste moment piekt. En daar moeten wij als technisch staf mee aan de slag. We zullen in de voorbereiding ook weer een aantal jongens uit de academie de kans gaan geven. Soms al jongens jonger dan daadwerkelijk de seniorenleeftijd. Al is het alleen maar als ontwikkelmoment of om zich te presenteren. Orad Magoen komt er terug van FC Os. We hebben wat jongens in Jong die de kans krijgen in de voorbereiding. Dus het regionale karakter in combinatie met het bloedkoel karakter. Ja, die combinatie moet het gaan worden. En daar gaan we heel simpel op sturen door het ook gewoon te doen. Nou, de NEC staat bekend als een club die een goede jeugdopleiding heeft. Die heel veel jeugdspelers in het eerste elftal heeft. En die inmiddels ook al elders spelen. Hè? Jasper Sillissen, Bram Nuitink. Er zijn nog wel meer voorbeelden, denk ik. Daar hebben we oog voor. Wat mij betreft is ook een selectie van 18 gelijkwaardige spelers voldoende. Daarbij ruimte houdend voor talent. En dat talent komt dan vanuit de academie.